Zo, ik zit weer in de stoel bij Jennifer. En dit is de before. En dan laat ik zo even de after zien. En tada! Daar zijn we weer. Heerlijk. Wat gebeurt er nou? Deze fase, jongen, met hapjes. En dat we al lang klaar zijn met ontbijten. Maar dat zij nog een paar hapjes moet. En dat er dan dus meer naast gaat dan in. En ze de hele tijd de lepel af wil pakken. Zullen we nog één hapje doen? Heeft mama heel lekker gemaakt. Avocado met mango. Dat was altijd Alexis de lievelings. Mag ik hem weer even? Zo, het is zondag. En we zaten lekker in de tuin. Maar het is tijd voor een massage. Ik had voor moederdag een massage cadeau gekregen van Nick. Dus ik sta nu voor de salon. En ik ga naar binnen en dan lekker ontspannen even. Anderhalf uur. Maandag, happy new week! En ik heb dus net voor de verandering op maandagochtend gesport met Ali. Na de zoveelste gebroken nacht. Maar daar klagen we niet meer over, dat hadden we al gesproken. En ik ben een beetje gesloopt, want hij vond het nodig om het wat zwaarder te maken dan normaal voor mij. Met wat extra gewichten. Dus ik voel als spaghetti mijn armen en mijn benen en zo. En hij vraagt volgens mij gewoon uit beleefdheid of ik goed heb geslapen of niet. Want hij weet het antwoord al. Te zien aan mijn wallen. We zijn gewoon elke 2,5 à 3 uur wakker met Elodie. Maar goed, ik ben trots dat ik dit er weer op heb zitten. Ik zei net tegen Ali, ik snap niet dat ik mezelf dit aandoe. Maar ik ben zo blij als ik het achter de rug heb. En ik wacht echt op het moment dat ik sporten weer een beetje leuk ga vinden. En ook resultaat ga zien. Dus ik voel wel weer dat mijn lichaam wat sterker wordt. Maar ik zie het nog niet echt terug. Nog steeds een beetje een zeg maar, slappig buikje vergeleken met voor de tweede zwangerschap. But oh well, dat zal wel allemaal weer in orde komen. Ik heb best wel een hele drukke dag voor de boeg. Dus ik ga gauw even een shake maken. Want ik heb geen tijd om uitgebreid te ontbijten. En dan spring ik zo meteen in de auto naar mijn eerste afspraak. En daarna door naar mijn tweede afspraak op kantoor. En derde afspraak op kantoor. En dan moet ik weer terugreizen om Alexis en Elodie op te halen van de opvang. Dus see you later.
Wij zijn druk bezig met de collectiepresentatie aan onze internationale agenten. Dus die zijn hier nu allemaal naar Nederland gekomen. En we geven hun dus een presentatie van onze nieuwe collectie. Jullie mogen er eigenlijk nog niks van zien. Top secret! Maar kijk, deze kleur komt er dus aan. Helemaal zin in. En nog een heleboel andere mooie kleuren. En het gaat heel goed. We gaan nu lekker lunchen. En daarna deel 2 van de collectiepresentatie. En daarna gaan we gezellig eten met de agenten. Dus echt een leuke dag. Er komen modellen steeds langs. En dan zie ik dus ook voor het eerst eigenlijk de collectie tot leven komen. Dus voor mij zijn dit echt ultieme momentjes. Zo leuk. Is lekker aan het eten. Laat eens zien hoe goed jij dat kan. Dat is lekker. Zo lekker, hè? Ja, dat is lekker. Morgen wordt zo'n leuke dag. Morgen hebben wij een fotoshoot samen voor Kekmama. Samen met Elodie en Alexis. Ja, ja. Word jij een covermodel? Nou, vandaag lekker in het zonnetje aan het shooten. Samen met Alexis en Elodie. Voor de cover van Kekmama. Nou, en het weer werkt mee. Lex en Lo zijn vrolijk. Het is helemaal top. Nu is het tijd voor een outfitwissel.
Zo, nou, Elodie en ik zijn de selectie aan het doen van de foto's. De shoot onderweg naar kantoor samen met Lex, die zit achterin. Die was echt een top fotomodel vandaag. Lo ligt lekker te slapen. En ik zou eigenlijk niet naar kantoor vandaag, maar we waren best wel snel klaar met shooten. En vandaag is de laatste dag van Florine, die na 7 jaar, geloof ik, vet lang bij Josh V werken, ons gaat verlaten. En ik wil zeggen, dat vieren wij. Maar niet echt dat we vieren dat ze weggaat. Maar we vieren in ieder geval dat ze 7 jaar lang zo fantastisch haar best heeft gedaan bij Josh V. En we gaan haar heel erg missen. Dus we hebben een barbecue voor haar georganiseerd met het hele team. Ja, ik had beloofd. Jij mag een pepermuntje. Dus ik kon stiekem toch bij die barbecue zijn. Dus daar rijd ik nu even naartoe. Even langs kantoor dus, samen met Alexis en Elodie. Nou, gezellig boel. En jij mocht een pepermuntje, Alexis. Daarom. Kijk eens. Alsjeblieft. Heb je hem? Ja. Goed zo. En Alexis wil ook even kijken bij nieuwe kantoor van mama ernaast, want daar is Aman aan het werk. En dat is jouw beste vriend, hè, Aman, Alexis? Ja. Ja, en die was ook bij ons thuis, hè, heel lang. Bij mij is het thuis ook. Die heeft jouw kamer zo mooi gemaakt ook, hè? We are here. Kijk, de opstelling staat al klaar. Met stoeltjes en al. Kijk nou. Aman. Jouw vriend, hè? Bring your kids to work day. Let op, want je draait dus met één hand deze stoel naar je toe. Zo. En dan klap je ook nog
graag op. Zo makkelijk gaat dat dus. Lex! Kom je ook, Alexis? Kom je ook? Doei allemaal! Doei! Doei. In de stoel. We zitten. Vond je het gezellig, Lex? Het was gezellig, hè? Vet mooi. Nou, mijn twee kiddo's achterin. En ik heb natuurlijk een kortingscode, want met George 10 krijg je 10% korting op al deze fantastische, fijne producten van Maxi Cozy. En nu op naar huis. Hallo, hallo. Ik zou dus naar kantoor gaan vanmorgen. En nadat Nick de kids weg had gebracht, die ik helemaal kant en klaar heb overgedragen aan hem, wilde ik zelf gaan vertrekken. En toen startte mijn auto niet. Super irritant. Ze zijn nu op afstand aan het kijken wat er misgaat. En het heeft waarschijnlijk te maken met mijn inbraak. Toestand, anti-inbraak toestand. Dus mijn auto denkt dat ik een inbreker ben en daardoor start hij niet. Startonderbreking dingen. En ik moet dus eigenlijk straks de kinderen alweer ophalen van de opvang. Ik heb ondertussen dus maar thuis gewerkt. En ik moet één dingetje proberen van de monteur, heb ik doorgekregen. En ik ben natuurlijk atechnisch. Dus ik ga het wel proberen. En dan krijg ik hem misschien zelf weer aan de start. Aan de praat. En zo niet, moet ik even Nick gaan bellen of hij Alexis en Elodie ophaalt. Want ik ben dus niet mobiel. Gelukkig is het bijna weekend. Oké, ik ga even aan de slag. Ik kan het niet laten zien, want het is allemaal top secret. Wat ik allemaal moet gaan proberen en codes hier moeten opnieuw gaan instellen. Maar dat is dus de reden. Ik had vandaag jullie gewoon gezellig mee willen nemen naar kantoor. Maar dat zit er dus helaas niet in. Ik sta gewoon bij mij thuis voor de deur. Nou, dit gaat helemaal nergens over. Ik moet het gewoon ook echt niet zelf doen. Er moet gewoon een monteur komen. Dit is hetzelfde verhaal als toen mijn bandenspanning niet helemaal lekker was. En ik dacht zelf even een beetje lucht in de banden te doen. Toen brak ik dat ventiel af. Dus ik denk dat ik echt alleen maar grotere schade aan kan brengen. Dus ik ga Nick bellen en dan ik give up. Ik geef het op. Ik heb het nu echt 10 keer geprobeerd en ik ben geen opgever, zoals jullie weten. Maar het lukt me niet. Dus er moet echt een monteur komen. Dus mijn auto moet opgehaald of weet ik veel wat. Gelukkig regelt Outland dit altijd wel heel netjes en snel. Maar op dit moment kan ik geen kant op. Heel irritant. Oh my god. Nou, op de FaceTime met Harold is het gelukt. Heel fijn, Outland, dat ik weer kan rijden nu. Dus ik ga Alexis en Elodie zo ophalen. En ik denk gewoon maar even wat eerder dan normaal. Want ik heb zo'n drukke week gehad. Dat was echt insane. Maar wel echt een hele leuke week. Dus ik ga even mijn spulletjes pakken, mijn tas en zo. En dan ga ik mijn meiden ophalen. Niet klagen, want het is super lekker weer. En ik heb
Ik zei net, ik heb echt zo'n drukke week gehad. Maar het was vooral echt een hele leuke week. Echt waar. Ik ben zo dankbaar voor die drukte, zeg maar. Voor hoe leuk het was. Dat ik gisteren een shoot had samen met mijn twee meiden. Dat is natuurlijk goud waard. Ik had de selectie al een beetje gezien. En het zijn zulke leuke foto's geworden. En ik ben al zo trots op Alexis. Hoe vrij en vrolijk ze aan het rondspringen was. En ik had dus van tevoren gezegd op kantoor. We hebben een fotoshoot, dus ik kan niet naar de barbecue komen. Super jammer, maar dat kon niet anders ingepland worden. En uiteindelijk waren we dus best wel op tijd klaar met die shoot. En ben ik naar de barbecue toegegaan. Want die meiden waren gewoon nog hartstikke relaxed. Elodie was gewoon vrolijk en rustig, as usual. En Alexis, die was in een onwijs goede, relaxte bui. Dus die heeft vervolgens op kantoor, nou ja, jullie konden het zien op de beelden, helemaal in haar element met al die meiden. Iedereen om haar vinger gewonden. En nagels gelakt en gedanst. En ze was helemaal blij met zichzelf. Echt, en daar kan ik zo van genieten. Dus dit is weer een soort van besefmomentje voor mij. Dat, ja, dat ik gewoon echt heel, heel, heel dankbaar moet zijn voor alles wat er in ons leven is. Inclusief die gebroken nachtjes en ballen die ik eraan overhoud. Hoort er allemaal bij. Ik mag niet klagen van mezelf. Dus ook dit soort momenten dat mijn auto dan weer niet start. En dat ik al mijn meetings moet omboeken en sommige digitaal moet doen, wat gewoon wat minder lekker werkt. Hoort er allemaal bij. Kan gebeuren. Het is niet het einde van de wereld. Dus ik ben heel goed de laatste tijd in relativeren. Oké. Ik wacht trouwens nog heel eventjes met Elodie en Alexis ophalen. Want Rose is beneden. En die staat te stofzuigen. En die gaat zo dweilen. En dan wil ik niet straks met al die kindervoetjes over de vloer gaan lopen. En de opvang zit hier echt 5 minuten vandaan. Dus ik wacht even 10 minuten totdat de vloer droog is. En dan ga ik rijden. En dan gaan we even lekker genieten van de tuin. Het is echt zulk lekker weer. Moet je zien. Even naar boven gegaan om overal de deuren even lekker open te zetten. Kijk nou joh. Heerlijk. Ik weet niet hoeveel graden het op dit moment is, maar het is echt gewoon, we hoeven niet meer op vakantie. Zo lekker warm. Heerlijk. Zo, nou, wij zijn thuis. We gaan lekker aan tafel. En dan is het ook alweer tijd om mijn vlog af te sluiten voor deze week. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken. En dan zie ik jullie gezellig volgende week weer. Happy weekend. Zeg maar happy weekend, Elodie. Zeg maar happy weekend, Alexis. Happy weekend. Happy weekend. Goed zo. Doei. You gotta focus on the plan, so.